Mevrouw, hoe voelt u zich nu de terrassen en de winkels weer open zijn? Ja, nou een beetje als die koeien, hè? Die koeien die dus de hele winter in de stal hebben gestaan en die nu eindelijk weer naar buiten mogen. Het weer nodigt ook wel uit, dus we hebben er zin in. Zo wilt u dat gevoel omschrijven? Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Heel fijn, ja. Kunt u dat gevoel eens omschrijven? Ja, gewoon blij, ja. Ja. Dat weer kan, ja. Ja. Want de corona is hier nog steeds en ze proberen nog steeds veiligheid hier te brengen. Dus we gaan hier gewoon blijven wachten tot de mensen telkens naar buiten komen en dan mogen meer mensen erin. Ondanks de zonnebril maak je een tevreden en blije indruk. Ja, zeker. Ik ben heel blij dat ik hier kan zijn en dat ik in ieder geval winkels in kan zonder afspraken. Wat heb je al die tijd gemist? Met vrienden afspreken. Dat je met een grote groep bijvoorbeeld kan afspreken, dat heb ik wel een beetje gemist. Je zou het bijna vergeten, die corona. Je loopt hier door de stad en denk je, oh ja, het is dat mensen mondkapjes op hebben nog. Ja. Dan krijg je het gevoel van hoe het ooit was. Ja, dat is wel heel fijn. Ja. Je ziet er volgens mij blij en tevreden uit. Ja, sowieso. Heeft dat een speciale reden? Ja, de winkels zijn open en terrassen ook. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben echt blij. Kun je leuke dingen doen met je vriendinnen nu. Heb je het lang gemist? Ja, ik heb het echt gemist. Ja. Wat heb je nou het meeste gemist? Gewoon met je familie of zo, of vriendinnen, gezellig op het terras zitten. En ja, iets te doen hebben in het weekend of vrije tijd na school. Verwacht u dat de winkels en de terrassen langere tijd open blijven? Ik hoop het, van harte. Ik hoop het van harte, ja. Wat zou eventueel roet in het eten kunnen gooien? Nou ja, dat er weer natuurlijk heel veel mensen weer op de intensive care terechtkomen. Hè? En dat is niet wat we willen. Dat de coronacijfers weer omhoog gaan? Misschien? Maar ik denk het niet. Ik denk dat het zo blijft. Volgens mij wel. Maar als het erger wordt, de corona, dan gaan ze weer dicht. Klopt het beeld dat veel mensen hebben dat een grote groep jongeren een beetje lak heeft aan de coronamaatregelen? Ja, ik merk dat zelf ook in mijn stad. Dat mensen toch wel met heel veel grote groepen gaan afspreken. En zelf vind ik dat een beetje jammer. Weet je, dat is zoveel en dan ook geen afstand houden, feestjes. Niet alleen de winkels zijn open, maar ook de terrassen. Wat vind je daarvan? Op zich persoonlijk vind ik dat wel leuk, maar als ik denk aan de situatie, ik weet niet of het er helemaal beter op wordt. Mensen zoeken inderdaad weer een beetje vrijheid, willen weer een drankje, willen weer wat lekkers eten met elkaar. En het is zo druk in die parken, dat is veel geregelder op een terras. Nou, ik zou het wel jammer vinden als ze weer na 2 weken dicht zouden gaan. Want wat zou roet in het eten kunnen gooien? Weer dat het weer tegen zou zitten of met de vaccins of dat de IC-bedden weer oplopen. Ja, daar moeten we natuurlijk wel rekening mee houden. Als ik eerlijk ben, ik denk een maandje. En ik denk dat daarna weer een lockdown komt. Want ja, het is wel heel druk. En ik hoop wel dat het iets langer gaat duren. Maar...